Hallo en wat leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe uitzending van U in de Wijk Overvecht. We beginnen vandaag met Handje Helpen, die mensen die hulp nodig hebben koppelt aan precies de juiste vrijwilliger. Verslaggever Paul doet verslag. We zijn vandaag bij de vrijwilligersorganisatie Handje Helpen. Handje Helpen brengt mensen met een hulpvraag in contact met een vrijwilliger. En die vrijwilliger die gaat dan naar die hulpvrager en die zorgt ervoor dat ze samen leuke of goede dingen doen. En wij helpen al 40 jaar, onder andere in de gemeente Utrecht, maar ook dus in de wijk Overvecht, mensen met een beperking. En hoe doen we dat? Daar koppelen we mensen die iets voor een ander willen doen aan. En dan, ja, een soort maatjescontact ontstaat er dan. De vrijwilligers zijn heel divers. Zijn studenten die graag tijdens hun studie iets voor een ander willen doen en zien dat ze het niet allemaal even goed hebben als zij zelf. Het zijn mensen die fulltime werken, die zeggen ik heb nog wel een paar uur per week tijd om iets voor een ander te doen. Het zijn mensen die misschien geen werk hebben en zeggen joh, ik vind het heel fijn om voor iemand iets te betekenen. Het is heel divers, van jong tot oud. En vandaag zien we ook een vrijwilliger die gaat voetballen met Nebi. Dit is ons veldje. Thomas, jij bent vrijwilliger bij Handje Helpen. Ja, dat klopt. Sinds afgelopen zomer eigenlijk. Hoe ben je daar terecht gekomen? Het was een beetje door de coronacrisis dat ik vanuit thuis moest gaan studeren. En je toch een beetje je merkt dat je in je studentenbubbel zit en je iets wil betekenen. En toen had ik het met vrienden over vrijwilligersorganisaties en buddies. En zo ben ik via via eigenlijk bij Handje Helpen terechtgekomen. Wat studeer je? Ik doe geneeskunde hier in Utrecht. Nou heb je deze jongen gevonden. Waarom nou juist met deze jongen? Ik was wel op zoek naar iets wat buiten mijn Hollandse standaarden eigenlijk viel. En ik kreeg toen de keuze uit 2 of 3 verschillende mensen. En toen had ik zoiets van, ik zou wel graag Nebi dan willen ontmoeten. En dat was eigenlijk vanaf het eerste moment klikten wij heel goed. We houden erg van sporten en van voetballen allebei. Dus toen had ik eigenlijk direct zoiets van, ik denk dat dit wel een goede match is. Dus. Vind je het leuk hier in Overvecht? Ja, ik vind het wel leuk, hè. Voetbal je ook wel eens met andere jongens uit Overvecht? Ja. Waar doe je dat dan? Bij een speeltuin. In het park? Ja. Iemand uit Eritrea. Hoe was dat contact? Ja, eigenlijk vanaf het begin heel goed. Ik merkte wel dat je heel veel figuurlijke spraak gebruikt. Dus je merkt wel dat je gewoon wat simpeler taalgebruik moet gebruiken. En dat je hem echt de tijd moet geven om er ook rustig over na te denken. Omdat je toch al best wel snel gaat praten al gauw. Maar als je dat op een gegeven moment gewoon wat bewuster doet, dan kun je eigenlijk heel makkelijk een klik maken. Ga je nou alleen voetballen met Nebi? Of kun je ook nog andere dingen met hem ondernemen? Zeker ook wel andere dingen. We zijn een tijdje geleden hebben een stadswandeling gedaan in Utrecht. Dus dan heb ik hem meegenomen langs de grachten en allemaal stukjes Utrecht ontdekt die hij nog nooit had gezien. En ik ben al van plan om in de toekomst Nebi ook nog wel andere dingen van Utrecht te laten zien die hij nog niet heeft kunnen zien. Dus ja, er staat nog genoeg op de planning. Ja, leuk. Kom jij er een beetje achter wat Nebi leuk vindt? Wel steeds meer. Je hebt wel tijd nodig om elkaar goed te leren kennen en wat vertrouwen te winnen, maar ik heb het gevoel dat dat langzaamaan wel begint te groeien. Ja. Zijn er nog andere dingen waarvan je denkt, dat zou voor zo'n jongen ook leerzaam zijn als die daar ervaring of kennis van heeft? Vooral vind ik het denk ik zelf vooral heel belangrijk om hem gewoon veel dingen te laten zien. Dus als we ooit weer naar voetbalwedstrijden kunnen om een keertje mee te nemen naar Utrecht. Misschien nog een keertje de Dom beklimmen. Dat soort echt het avontuur. Je bent een soort opvoeder dan. Nou, ik zie het vooral als een soort maatje. Wil je vrijwilliger worden? Meer dan welkom. Vind je ons werk mooi, maar heb je geen tijd om vrijwilliger te worden? Doneer dan iets aan Handje Helpen. We hopen jou later als groot voetballer terug te zien. Ja? Krijg ik dan een handtekening? Ja. Ja? Okay. Voor het volgende onderwerp gaat Pim in gesprek met Willemien Giesen. Zij is bestuurslid van het wijkplatform Overvecht. De
wijk Overvecht is een mooie, bijzondere wijk en daar zijn veel vrijwilligers actief. Een stuk of 15 mensen zijn actief in het wijkplatform Overvecht en die vergaderen één keer in de maand en ook in allerlei werkgroepen om de wijk te verbeteren, om bewoners te vertegenwoordigen. We spreken vandaag met Wilhelmien Giessen, die al jaren in Overvecht woont en al jaren haar best doet om de wijk te verbeteren. Ik woon in Overvecht sinds 2013 ongeveer. Bevalt het? 2014. Bevalt het? En bevalt me goed. Ik woonde eerst in deze omgeving. En sinds augustus 2016 woon ik tegen het Gakelpark aan. Ik kijk in het park, prachtige plek. En ik woon daar met plezier. Je bent hier naartoe gekomen om te studeren? Nou, in mijn studie. Ik studeerde in Leusden. Daar was de hbo-opleiding die ik deed. Later in Utrecht. Hbo-verpleegkunde? Hbo-verpleegkunde, ja. Je werkt in Leiden? Ik werk in Leiden, klopt. Wat doe je daar? Ik werk voor Inclusio. Inclusio is in het hele land bezig met sociale wijkteams opzetten. In Leiden hebben ze nu net sinds 1 juli zetten ze sociale wijknetwerken op. Dus het is het welzijnswerk eigenlijk. Ik ben seniorencoach, dus ik werk vooral voor de gezonde ouderen, of de ouderen die nog thuis wonen. Dus eenzaamheid is een onderwerp daar. Maar ook mensen die in beweging willen komen of actief willen worden, die help ik om een plek te vinden. Je hebt 4 jaar in Jemen gewoond. Wat heb je daar gedaan? Ik was wijkverpleegkundige en we hebben samen met een verloskundige was het de bedoeling om daar moeder- en kindzorg op te zetten in een kleine plaats, ver van het asfalt. Mensen moesten naar het ziekenhuis 1,5 uur over een hobbelweg. En als zwanger is dat niet te doen, dus in die regio moest moeder- en kindzorg opgezet. Je zit in het wijkplatform Overvecht dat tot een aantal maanden geleden de Wijkraad Overvecht heette. Klopt. Wat doe je daar? Ik ben nu sinds een tijdje bestuurslid van het wijkplatform, van de vereniging, zeg maar. We zijn een vereniging geworden. Wat is het onderwerp waar je nu druk over maakt? De werkplaats maak ik me druk om. Dat is een groep van vastgoedmensen die in Overvecht een aantal dingen willen veranderen. Qua groen, qua wegen, qua bouwen. Zij willen in het Gagelpark meer veiligheid. En dat willen ze eigenlijk doen door te bouwen aan de randen van het park. Je vertelde dat je je druk maakt over in ieder geval 3 zaken. De verkeersveiligheid, de sociale veiligheid, veilig voelen. En ook jongeren die moeite hebben een baan te zoeken. Ik zou ervoor pleiten dat er meer moeite, meer tijd en energie wordt ingestoken om die mensen wel aan een baan te helpen. Dus samen met die jongeren bijvoorbeeld naar een organisatie of die jongeren zo sterk maken dat die een goed verhaal kan hebben. Daarbij vind ik dat werkgevers ook veel meer open zouden moeten staan voor mensen uit een andere cultuur. Je werkt met hart en ziel, je zet je met hart en ziel in voor het wijkplatform. Recreëer je ook in de wijk? Wat minder, maar ik vind het heerlijk om in de zomer fietstochten te maken, om te wandelen. Ik maak lange wandelingen soms met een groep mensen. Ik ga zwemmen, ik sport, nou ja, dat soort dingen. Heb je nou nog een hartekreet? Dat moet echt over 1,5 jaar, als de gemeenteraadsverkiezingen zijn, echt stukken beter in Overvecht. De bewoners horen. Serieus nemen, dat moet stukken beter, denk ik. Wij proberen mensen betrokken te laten zijn bij de onderwerpen die in Overvecht spelen, ze te laten meedenken. Maar het gehoord worden door de gemeente is soms nog wel een punt. Voor het volgende onderwerp gaan we praten met August Gart, die mensen helpt door middel van hypnotherapie. Verslaggever Hans is aanwezig. We zijn bij de boog, want we gaan naar een hypnose gebeuren toe. Of een show? Ik weet het niet. Ik heb het gelezen, maar ik ga toch even kijken. Kijk u even mee? Dus wij hebben een bewuste en een onbewuste kant. En een denk- en een gevoelskant. Hypnose en hypnotherapie. Ja, die 2 vergelijkingen heb ik gemaakt omdat er een verschil in zit. Ja, hypnose. Dan doe je of voer je geen medische handelingen, maar in de hypnotherapie doe je dat wel.
wat hypnotherapie, dan werk je met cliënten. En in hypnose werken met het publiek bijvoorbeeld. Je bent geconcentreerd om je probleem of problemen op te lossen. Hoe komt u eigenlijk erbij om hierbij bij te wonen? August is mijn salsa-leraar. Die heeft ons uitgenodigd en ik ben wel eens meer geweest. Ik ben een andere keer zelfs onder hypnose geweest en ik vond het een hele aparte ervaring. En het was er ook vooral verdrietig om, maar het voelde toch ook wel heel apart en zo. In de transtoestand, de toestand waarin je bent tijdens de hypnose. Deed hij iets bij u dat u in trans was? Nou, een soort trans. Ik was er wel bij. En hij vroeg ook wel, wil je het wel? Ik zei, nou ja, het kan geen kwaad. Laat mij maar als proefkonijn staan, zitten. En toen ging ik zitten en toen ging hij met een hele aparte, ja, normale stem praten met me. En ik voelde gewoon dingen en zo. Ik had last van mijn arm en één keer was die arm gewoon wat minder of zo. Het was een heel apart gevoel. En ik geloof er ook wel in, hoor, dat het zo kan. En je moet gewoon, ook van wat hij vertelde, je moet ook bij jezelf gewoon voelen wat het is en zo. Ik probeer datgene te vertellen wat veel waarde heeft voor de mensen, dat ze weten wat hypnose is en wat hypnotherapie in werkelijkheid is. Dat het geen blijmakertje is om te lachen, maar dat het werkelijk een medische toepassing is. Want je komt en je gaat naar een hypnotherapeut om van je probleem af te komen. Wel moet de therapeut proberen in het gesprek, in het voorgesprek, te gaan staan in de schoenen van de cliënt. En hoe kunt u dat bij de mensen oplossen? Hoe moeten de mensen dat zien? Er zijn verschillende mogelijkheden om een transtoestand op te wekken. En de therapeut komt erachter door een aantal vragen te stellen en te kijken hoe de cliënt lichamelijk reageert. Lichaamstaal bijvoorbeeld. En dan kan hij daaruit zijn conclusie trekken en de cliënt vertellen hoe hij met haar of hem aan het werk zal gaan. Maar in principe doet de cliënt het zelf. De aanwijzing geef ik, ik ben zijn of haar gids. Meer dan dat ben ik niet. Jij bepaalt wat je wil oplossen. Ik ben een cliënt van Reinade, maar ik ben een professional van mijn eigen beperking. Dus ik weet het beste wat goed voor mij is. Alleen ik heb soms even ondersteuning nodig van een ander. En hoe voelt dat dan? Heel apart. Heel apart. En ook van je onderbewustzijn, dat je al een heleboel weet. Meegemaakt hebt. Dat is eigenlijk heel raar dat het opeens bevestigd wordt. Ik laat de cliënt zelf bepalen welke richting hij of zij wil opgaan. En dat geeft meer bewegingsvrijheid en geloofwaardigheid en beseffen dat ze het zelf doen. Maar je moet wel zelf doen. En daarom bent je ook positief geworden? Nou, ik zit wel positiviteit in mijn genen. Mijn moeder was ook altijd, het gaat niet goed, morgen gaat het beter. Gewoon niet zeuren en ook al heb je pijn van, kom op, hè. Gewoon doorgaan. Is dit de eerste keer dat u die sessie doet? Nee, dit is, als ik het goed heb, de derde keer dat ik zo'n lezing geef. En het is helemaal vrijblijvend gratis. Dat was hem weer voor deze week. Wat leuk dat u weer keek. Wilt u de uitzending nogmaals bekijken? Ga dan naar uindewijk.nl. En heeft u nog vragen of tips? Kunt u mailen naar overvecht@uindewijk.nl. Tot volgende week.